We zijn er 4 minuten voor tijd. Die man die had nog heel veel pakjes in zijn armen. Van alle mannen. Goedemorgen. Het is inmiddels 9:45. Ik heb al gedoucht. Een paar video's geëdit. Er een aantal op YouTube gezet. Een nieuwe intro gemaakt voor het nieuwe item. En nu ben ik mijn vliesjack kwijt. En daar zitten mijn sleutels in. Dus die moet ik wel even terugvinden. Maar ik weet niet waar ik hem gelaten heb. Oh, ik denk dat ik het weet. Ik denk nee. Maar eens even beneden kijken. Dan wil ik even een rondje laten lopen. Vandaag ga ik ook Kaya uitlaten. Want haar baasjes moeten vandaag... naast me. Moet vandaag werken. Dus het lukt niet om Kaya dan uit te laten. Dus dat doe ik even rond de middag. En vanmiddag ga ik op kraambezoek. Maar nu eerst even met Puk een rondje wandelen. Rondje slenteren. Oeps. Sorry, een beetje dichtbij. Ze heeft er zin in, geloof ik. Oh, het is best wel koud, ja. Het is best wel heel koud zelfs. Oké. Ik ga zo eerst een lange broek en sokken opzoeken. Zullen we gewoon deze kant op gaan, Puk? Kom maar. Oh, zit je al een bandje weer, hè? Oh, wacht. Kom even. Ik moet er even goed aankleden. Moment. Kom maar. Er zit zowaar een kwispel in. Kom maar. Ja. Nou ja, dat laten we even niet zien natuurlijk, hè. Het is en blijft natuurlijk een diva. Wat is er? Wat wil je dan? Oh, je weet het al, hè. Nou, ga mooi zitten dan. Ga eens mooi zitten. Zitten. Goed zo. Ze krijgt er een paar van deze. Zijn van die hele kleintjes. En dan mag ze er een paar van op een dag. En ik heb nog zonder calorieën voor haar. Ga zitten. Goed zo. Zitten. Goed zo. En ik ga nu eerst een lange broek opzoeken en sokken en dichte schoenen, want ik heb het gewoon ijs koud. Mijn voeten zijn niet koud overigens. Dat is wel bijzonder. Ze voelen wel koud aan, maar ik heb geen koude voeten. Ja, hoe leg ik dat nou uit? En voor wie denkt dat ik alleen maar achter de computer zit als ik aan het editen ben. Helaas niet. Ik ben nu even bezig met wat schoolwerk voor de komende periode. Ik wil wat dingen voorbereiden. Ja. Dat zijn de jonge vloggers die vinden het gezellig. Dus ik ga nu nog een poosje verder. Straks ga ik op kraambezoek en ik hoop dat ik daar mag filmen, maar ik weet het niet. Ik snap ook wel dat ze haar baby niet in beeld wil hebben, dus dat zal sowieso wel een dingetje worden. Maar misschien dat ze mij wel even wil filmen, dat ik hem vasthoud, dat hij niet zichtbaar is. Dus nou ja, voor hetzelfde geld zegt ze wel film, maar dat weet je toch nooit. Maar ik ga nog even verder. Ik ben wat documentatie aan het lezen, wat bij onze methode hoort. En wat powerpoints daarvan aan het bekijken, en die overigens niet heel geweldig zijn. Toetsen aan het maken uit toetsen die ze aanleveren, want sommige vragen zijn gewoon niet duidelijk. Ja, dan denk ik, als ik dat moet geven aan een VMBO-leerling, het is zo talig, dan snappen ze het niet meer. Goed, ik ga nog even verder. Ik zie jullie straks weer. Zo, ik ga even Kaya uitlaten. En daarna ga ik me onthonden, want ik ben één haar al haar van Puk. En dan ga ik met de auto, want het is nu nog mooi. Tenminste, het is droog. Maar ik ben daar om 1 uur of 2. En dan moet ik ook al om 3:30 weer weg, want het gaat weer regenen. En ik gok dat ik wel iets langer blijf vandaag. Dat is meestal het geval als ik daarheen ga. Dus ik ga even Kaya ophalen. En dan ga ik even met Kaya, want dan zien jullie Kaya ook even. Nou, dit is Kaya. Kaya! Hey, hallo! Ja, Kaya is heel enthousiast. Ze is, weet ik niet wat voor hond. Hey, bah! Ze luistert gelukkig wel heel goed naar mij, dus dat is wel fijn. En het leuke is, ze reageert op mijn fluitje. Dus als ik ergens ben... Wacht even hoor, even draaien. Als ik ergens ben en ik zie haar en ik fluit en ik doe... Dan gaat de oortjes omhoog en dan gaat ze kijken waar ik ben.
Nee, we gaan niet naar huis. Ze weten precies waar ik woon, want daar krijg je snoepjes namelijk. Maar ze kan nu niet naar binnen omdat Puk er is. En Puk en Kaya, dat gaat niet heel goed samen. Nou, we gaan even wandelen. Een blokje om. En het leuke is, met Kaya kan ik veel verder lopen. Kaya vindt dat wel prima. Die loopt graag en plast graag. Kaya. Kaya ruikt iets. Dus Kaya is nu niet ervan af te brengen om even te kijken. En daar gaat ze. Er is hier iets wat heel lekker ruikt. Wat is er, Kaya? Wat ruikt er zo lekker? Nou, geen idee. Maar wij gaan lekker verder lopen. Zo, ik ben weer thuis. Het was super gezellig bij Hilde. Dankjewel voor de gezelligheid. En wat heb je, een mooi kindje. Prachtig. Hij is echt heel lief en heel erg lachen en zo. Dus ja, nee. Leuk. Het was heel gezellig. Nu ben ik teruggefietst en onderweg zag ik er een bord staan. En daar stond op: we bennen er weer. Met andere woorden, asperges bij ons uit de regio. En die zijn zo lekker. Die zijn echt gewoon super lekker. Dus ik ga van de week een keer weer asperges eten. Ik heb ze net gehad. Dus deze leg ik in de koelkast in een natte theedoek. En dan ga ik ze denk ik morgen of overmorgen eten. Ik kan ze eigenlijk wel elke dag eten. Vinden ze zo lekker. En nu ga ik eerst even wat drinken. Want ik heb echt dorst nu. En even kijken of de post is. Want er zou post komen. En vanavond komen een nieuw paar schoenen aan. Dus daar ga ik ook nog even. Zo. Wachten. Nou, er is lekker gegeten. De jongens hebben chili con carne gehad. En dit is nog over van 1 pot bruinbonen. Nog een restje van morgen voor iemand. En ik had nog kipfilet over of kip. Sorry, ik heb dik. Kipdijfilet van gisteren. Dus dat heb ik lekker gegeten. En dan heb ik nog de andere helft van. Nou, sorry. Salade bij. Dus dat was prima. Nu ben ik een beetje loom en gammel en gaap. En dat komt denk ik omdat ik vanmiddag echt heel hard naar huis heb gefietst. Om te voorkomen dat ik nat ging worden, want daarna is het gewoon gaan regenen. En dan moet ik eigenlijk met Puk uit. Maar ik twijfel even, want het is nog niet helemaal droog. Maar we gaan zo wel even kijken of ze een rondje wil. Als ze maar in elk geval even buiten is geweest, toch? Ik leg jullie eventjes aan. Ik ben bezig met een nieuwe thumbnail maken en daar moet je wat dingen voor doen in Photoshop. Nou lukt me best heel veel, maar ik kwam er niet uit, maar ik heb een hulplijn. En die hulplijn, hoi. Die heet Ronald. En die snapte het wel, maar die snapte ook niet waarom mijn pc niet wil doen wat wij willen dat de pc doet. Hè? Nee. Maar het is bij mij wel direct goed. Dus, ja, daarom. Ja. Het is echt de 2 tellen werken en dan is het klaar. Ja, en waarom het bij jou niet wil, ik heb geen idee, maar ik ben blij dat het klaar is. Nou, precies. Dus ik ga nu daarmee verder knutselen. Dus dankjewel, Ronald. Kijk nou, hoe mooi. De zon die schijnt onder tegen de wolken aan. Het is echt prachtig. Oké. Er komt ook regen uit, dus ik ga gauw weer naar binnen. En ik ben aan het wachten op de postbode. Maar ja, tenminste de pakketjes bezorgen van mijn nieuwe schoenen. En die zou tussen 5:05 en 5:09 komen. Nog niemand gezien. Ik zal eens even de brievenbus checken of hij misschien geweest is. Maar er was hier voortdurend iemand beneden, laten we het zo stellen. Ja, lekker blauw. Het is al heel vroeg donker vandaag. Oh, daar is hier ook heel raar de lucht. Ja. En ze ringen hiernaast, die ruiken heel lekker. Nee, geen briefje. Nee, en anders weet hij waar mijn telefoonnummer is. Geen idee. Nou ja. Ik had vanmorgen natuurlijk al lekker gedoucht, dat hoef ik vanavond niet. Maar ik ga wel op tijd mijn bed in. Ik ben bek af. Straks nog even een rondje met Puk. Vraag Marijn wel even of die even eruit zal laten. Ja, en ik vind hem echt...
4 minuten voor tijd. Die man die had nog heel veel pakjes in zijn armen. Arme man. Dit was de oudere meneer, niet de jonge man die we wel eens hebben. Maar ik ga hem even openmaken. Ik ben heel benieuwd hoe ze eruit zien en vooral of ik ze pas. Want dat komt bij deze schoenen nogal nauw. En ik weet dat maat 41 te groot is en 39 te meestal te klein. Dus ik moet echt maat 40 hebben. Monumentje. Jullie krijgen even een steuntje, dan kun je ook staan. Zo. Kunnen jullie het zo een beetje zien? Jawel, hè? Eens even kijken. Het zit in elk geval goed ingepakt, zeg maar. Aankoop, veel plezier, veel loopplezier op dit paar schoenen. Ja. Het zijn fitflops. En daar ben ik altijd, loop ik erg lekker op. Oh, ze zijn super tof. Yep. Heel gaaf. En die hebben een speciale schoenzol. Oh, deze zijn gedragen geweest. Dat kan ik zien. Dat vind ik dan iets minder. Zie je dat? Misschien gepast in de winkel. Dat kan. Even de andere bekijken. Ja, die zijn wel splinternieuw. Zie je dat? De tikken zitten nog onder. Nice. Leuk schoentje, hè? Ik ga het eens even passen. Ik vrees met grote vrezen. Dan kunnen jullie het zien. Dat ze te klein zijn. Nou. Nummer 2 passen. Ja. Dit is een gevalletje twijfel. Ik twijfel heel erg. Jongens, oh wacht, ik heb het licht niet op donker gezet. Of op licht, wacht even. Ga jullie even goed zetten. Ik twijfel. Ze lopen wel super lekker, zoals ze eigenlijk altijd doen. Ik denk dat ik ze eventjes aan moet hebben om te kijken of het om mijn tenen. Nee, ik heb wel ruimte aan de voorkant. Ik gok erop dat ze misschien toch wel goed zijn. Maar eens even op proberen in huis. Ultra comfort staat erbij. Geen idee wat ze daar nou mee hebben. Even lezen. Ze lopen wel super lekker, moet ik zeggen. Ik ga even een uurtje erin zitten. En kijken hoe mijn voeten dan voelen. Jullie horen straks meer. Nou. Wacht even hoor. Kijk, dit is ongeveer hoe het er reëel uitziet nu. In lucht. Helemaal oranje. Zou leuk zijn als je het nog scherp stelt. Ja. Kijk nou. Mooi hè. Helemaal oranje. Helaas, ze zijn echt te klein. Ik krijg last van mijn teen. Die zit tegen de voorkant aan. Dus helaas. Ze waren er niet meer in 41. Dus vandaar dat ik 40 had gekozen. Wat ik eigenlijk normaal altijd als schoenmaat heb.
Dus nou ja, best balen. Maar goed, ze zijn alweer ingepakt. En ze gaan weer terug naar waar ze vandaan kwamen. Jammer, want ze waren erg leuk, vond ik. Op zoek naar anderen. Zo, tijd voor mij om een eind te maken aan deze vlog. Ik ga lekker slapen. Mijn rechtbek af. Ik zie jullie morgen weer in een nieuwe video. Leuk dat je gekeken hebt. Vergeet niet om het blauwe duimpje omhoog te doen. Abonneren is helemaal gratis. Dat kan hier beneden. En zie ik je graag terug in een nieuwe video. Slaap lekker als je het morgen... Als je het morgens kijkt, een hele fijne dag. En kijk je dit 's avonds. Dan slaap lekker. Heb mooie dromen. Doei!